Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie reacties en jullie likes. En dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Ik zou zeggen, deel mijn video's ook gewoon op groepen of zo. Of bij je kennissen die geïnteresseerd zijn. Dit is gewoon een twee kaart reading. En die ga ik ook voorlezen. Dit is gewoon voor iedereen. Een boodschap voor iedereen. Niet voor tweelingzinnen, maar gewoon voor iedereen. Ik ben druk met de meditatie geweest, opnemen natuurlijk en schrijven. En straks heb ik nog een persoonlijke tweelingziel reading. En die is nog €15 tot eind van deze maand en dan wordt die €18. Dus als je nog één wil en je wil nog goedkoop hebben, dan moet je er snel bij zijn. In ieder geval, je hebt kunnen kiezen wat koeken, mandarijnen. Brood, spruiten, chocola of bosbesjes. In ieder geval tot zo beginnen we bij de pannenkoeken. Oké, de eerste kaart die we nu hebben is Vanessa. Ga ik even lezen. Om deze beslissing te nemen moet je aan jezelf vragen via welke weg kom ik dichter bij mijn levensopdracht. En welke weg brengt mij er verder van af? Die ga ik even lezen. Je vraagt je af, zal ik deze weg opgaan of die weg? De ene dag weet je heel goed welke beslissing je moet nemen en de volgende dag twijfel je hier weer over. Deze besluiteloosheid zal verdwijnen als je zelf focust op je goddelijke levensmissie. Ook al ben je niet zeker van de precieze aard van je levensopdracht, je weet wel dat het inhoudt dat je innerlijke vrede in jezelf en andere mensen moet teweeg brengen. Als je baseert op dit uitgangspunt, welke beslissing zou dan de meeste vrede voor je met zich meebrengen? Als je er nog steeds onzeker over bent, kun je het universum en de engelen vragen om je verder te helpen. Je kunt ons vragen welk besluit zou je het meeste mensen van dienst zijn. Dit is een prachtige basis om je keuze te bepalen. Soms is de makkelijkste weg de weg die je verder brengt van je levensdoel. Je besluiteloosheid kan dan voortkomen uit angst om beroering te veroorzaken of vanuit angst voor een onzekere toekomst. In dergelijke gevallen wordt er een stap voor stap verandering van je gevraagd. Voer langzaam maar zeker je nieuwe bestemming in je dagelijks leven en laat je oude richting beetje bij beetje los. Op die manier kan je geen angst ervaren en zul je ook steeds meer openstaan voor je innerlijke leiding te volgen en onze liefde te voelen. En we hebben nog een kaart en die zal ik eerst een kaart lezen. Carissa. En er staat op. Je bent aan het eind van bepaalde crises in je leven gekomen. Roep de engelen aan om je te helpen en te begeleiden naar de volgende fase. Het geluk laat je toe. En dat wil zeggen, je kunt je misschien verdrietig voelen, alsof je hart gebroken is, omdat deze crisis is afgelopen. Sta jezelf toe te huilen en verdriet te hebben, maar weet dat wij engelen op dit moment bij je zijn. Als je klaar bent, kunnen wij je rustig laten zien hoe dit einde nieuwe zegeningen in je leven met zich meebrengt. Nu zal het verdriet dat je voelt misschien nieuwe inzichten voor je onthullen. Het kan je inspireren om een bepaald project dat je hebt uitgesteld af te ronden of om bepaald, bijvoorbeeld beter voor jezelf te zorgen. Het is heel belangrijk voor je om je gevoelens te uiten gedurende deze overgangstijd. Hou een dagboek bij. Praat er met vrienden over. Ga in een gespreksgroep of bespreek alles met de engelen. Hoe meer je kunt loslaten, des te vrijer je jezelf kunt voelen. Kijk uit voor zelfdestructief gedrag. Dat zou kunnen ontstaan vanuit een misplaatst schuldgevoel. Ik zal je helpen om goed voor jezelf te zorgen. Tijdens deze overgang, als je mij aanroept, als je knuffel nodig hebt, vraag het maar aan mij en je zult voelen
dat ik je met mijn vleugels omhels. Nou, dat is een hele mooie boodschap, hè, voor de groep van de pannenkoeken. Dankjewel voor het kijken. Als het klopt, geef me dan die like. Doeg! Oké, groep van de mandarijnen. 2 kaartjes voor jullie. En dat is Induel. Engel Induel. En er staat op: je bent een lichtwerker. Het universum vraagt je dringend om je goddelijke licht en liefde, net als een engel, over de aarde en al haar bewoners te laten schijnen. Hetzelfde plaatje als het boekje. Ja, ik zal het voorlezen. Induel. Ja, je bent een lichtwerker dus. Hierdoor heb je altijd al een brandend verlangen gehad om de aarde een prettige woonplaats te maken. Het is je hoogste roeping die voorbij tijd en ruimte gaat. Er wordt van je gevraagd om te helpen bij gewone situaties. Bijvoorbeeld als je bij de supermarkt bent en iemand heeft je hulp nodig. Op dit moment wordt je levensmissie steeds meer uitgebreid, zodat je steeds meer mensen bereikt. Dit vraagt voor jou dat je een aantal veranderingen in je leven aanbrengt die je worden doorgegeven via innerlijke leiding. Je bent ontzettend gevoelig voor emoties en gevoelens van andere mensen. Het is belangrijk dat je jezelf hiervan regelmatig ontdoet, in het bijzonder als je iemand hebt geholpen. Je kunt aartsengel Michael aanroepen, je andere gidsen en mijzelf, dat is Indriel dus, hè, om jezelf te reinigen van de energieën of de koorden die zijn ontstaan door je inspanningen om een ander te helpen. Je bent een engel op aarde en we vinden het heel fijn om je op allerlei manieren bij te staan. Je kunt er gewoon om vragen. En hier hebben we Isabella en daar staat dus op: ja, het is de juiste tijd om iets nieuws te ondernemen. Er volgt een gunstig effect vanuit je positieve verwachtingen. Ja, misschien speel je al met de gedachte om iets nieuws te ondernemen. Laten we even kijken. Isabella. In antwoord op je vraag: ja, deze situatie is geheel wat je ervan gehoopt had dat hij zou zijn. Het is nog steeds een goed idee om je oog open te houden en de engelen voortdurend om assistentie te vragen. Zelfs de meest ideale situaties moeten af en toe bijgesteld worden. Hoe dan ook, wij engelen voorzien dat alles door deze beslissing soepel te laten verlopen. De kans van slagen is zelfs heel gunstig, omdat de juiste tijd nu voor je is aangebroken. Diverse stukjes van de puzzel zijn nu op de goede plek terechtgekomen. Je hebt ook een aantal waardevolle lessen gekregen die je ervoor op voorbereid hebben. Je geduld werpt nu vruchten af en nu is de tijd gekomen om ze te oogsten. Neem ferme stappen terwijl je luistert naar de wijze leiding van je hart, zodat je onbevreesd kunt verder gaan. Ja, misschien als lichtwerker, hè? Meer dingen doen voor de aarde, bewoners. Meer licht laten schijnen, ja, op je eigen manier natuurlijk. Ja, dat was de groep van de mandarijnen. Dankjewel voor het kijken. Geef me een like als je denkt dat het klopt. En tot de volgende keer. Hallo, groep van de broodkaart. Welkom. Je hebt deze kaarten. Dat is Akasha. En staat: je bent een spirituele leraar. Je hebt het vermogen om andere mensen te begeleiden en ze te helpen met het ontwikkelen van hun spirituele gaven en hun goddelijke levensopdracht. Zal ik even lezen. Je hebt al heel veel mensen geholpen door ze te begeleiden, adviezen en tips te geven. Je bezit de natuurlijke gave om de juiste woorden op het juiste moment te zeggen, samen met een gezonde dosis bemoediging en inspiratie. Nu dagen wij jezelf uit om dit nog bij veel meer mensen te doen. Je hart zal je duidelijk maken of je leraarschap zal bestaan uit schrijven, lezingen geven, workshops geven of counseling. Je wordt
wellicht ook geleid om spontaan mensen te helpen die je ontmoet tijdens het winkelen, op school of op je werk. Weet dat je absoluut heel erg geschikt bent voor dit werk en dat wij, de engelen, steeds aan je zijde staan met onze ondersteunende energie en liefdevolle woorden. Dit is je goddelijke levensopdracht. Vraag ons om je te helpen met je werk als leraar en we zullen er alles aan doen wat we kunnen. Dus je kan de engelen erom vragen. Je bent een spirituele leraar in deze groep. Je kan mensen begeleiden en helpen in het ontwikkelen van hun spirituele gaves en hun goddelijke levensopdracht. En dan hebben we hier Chris en Antoinette. Ga ik even zoeken. Ja. En er staat dus, om deze situatie te helpen helen, moet je met onvoorwaardelijke liefde met de ogen van anderen naar kijken. Dit misverstand is ontstaan door je vooroordelen over het karakter en de motieven van de ander. Om de situatie te helen moet je vooroordelen loslaten. In plaats van mensen te beschouwen als goed of slecht, kun je beter compassie met ze hebben en inzien dat iedereen zo goed mogelijk zijn best doet. In plaats van medelijden met iemand te hebben, moet je kijken naar zijn of haar innerlijke kracht en goddelijkheid. Op die manier kun je het goddelijk licht in jezelf en de ander tot uitdrukking brengen. Je projecteert iets vanuit je eigen schaduwkant op de ander. Deze situatie is dus een mogelijkheid voor jezelf om egogerichte thema's los te laten. Spreek de volgende affirmatie uit. Ik ben bereid om datgene los te laten wat mij irriteert als ik aan jou denk. Wij engelen helpen je om deze situatie op een wonderlijke wijze te helen, zodat jullie elkaar over en weer elkaar kunnen vergeven. De vooroordelen zullen vergeten en je eigen verantwoordelijkheid op je neemt. De sleutel is hierbij onvoorwaardelijke liefde. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken. En als je denkt, komt overeen, geef me dan die like. Oké, de groep van de spruitjes. Welkom. We hebben hier twee kaarten. Is deze ree. Ga ik even lezen. Op dit moment kun je niets doen. Wacht af. Kijk naar de alternatieve mogelijkheden. Vraag de engelen om hulp en begeleiding om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dan ga ik even lezen uit het boekje. Er is een bepaalde reden waarom je het universum over deze situatie hebt geraadpleegd. In je hart wist je wel dat er iets niet in orde was. Ik ben je om je te helpen vertrouwen te hebben in de wijsheid van je hart. Hoewel het heel romantisch lijkt om zonder te kijken in het diepe te springen, is deze situatie aan de andere kant te rechtvaardigen. Omdat ik een van je beschermengelen ben, is jouw geluk mijn belangrijkste missie. Deze situatie, zoals hij op dit moment is, zou je niet het geluk brengen waar je naar op zoek bent. Er zijn nog andere mogelijkheden voor je beschikbaar. De ene is om te wachten. Dit zal je inzicht zeker vergroten omdat je meer informatie krijgt of omdat er iets beters op je weg komt. Ten tweede kun je ook doorgaan met de huidige situatie. Je hebt zeker de vrije wil om dat te doen. Ik verzeker je dat ik bij je blijf, of je wat van mijn waarschuwing aantrekt of niet. Als je in een situatie terechtkomt waarbij je mijn redding nodig is, zal ik er zijn met mijn onvoorwaardelijke liefde. Elke keer dat je naar mij luistert, ook al is het niet goed, zal je groeien en leren. Ook als je dat niet goed doet, dan zal je groeien en leren. Dus als je ook niet luistert, dan zal je ervan groeien en leren. Goed, en dan hebben we Chantal. Even kijken, wat is Chantal? En er staat... Er is een nieuw romans op komst met een nieuwkomer. Of door een hernieuwde hartstocht binnen je huidige relatie. Sta er open voor om liefde te geven en te ontvangen. Je verlangt al een poosje naar meer romantiek en passie.
en nu is je gebed verhoord. Ik ben de engel van romantiek en ik zal je behulpzaam zijn. Er is een nieuwe liefde onderweg naar jou en je kunt de deur naar deze romans ontsluiten door je hartchakra te openen. Hoe meer je deze nieuwe liefde met open armen ontvangt, des te meer romantiek er op je weg komt. Dit betekent ook dat je je eigen romantische gevoelens naar je partner moet tonen. Wees eerlijk en open over je gevoelens en intenties. Ga er speels mee om, net als wij engelen doen. En wees openlijk liefdevol naar je partner, om de liefde die naar jou terugstroomt te stimuleren. Ik zal je steeds leiding geven op je pad en dan kunnen acties, en dat kunnen acties zijn die helemaal niet in relatie lijken te staan met de romantische liefde. Dus nu weet je dat ik het ben die je stimuleert naar de sportschool of een cursus te gaan doen om bijvoorbeeld een nieuwe vriendin te ontmoeten. Je kunt dit opmerken doordat ik heel sterk gevoel in je hart creëer en vervolgens omring met warmte, alsof ik je een dikke knuffel geef. Hoe meer je mijn leiding volgt, des te sneller zul je in een romance verzeild raken. Dus ja, dat is mooi, hè? Een romance voor deze groep. Voor de spruitengroep. Dankjewel voor het kijken en geef me een like als je denkt, nou, er kan wel iets in zitten. Doei! Oké, de groep van de chocola. Welkom. Hier staat Marlina. Er staat, je bent in verwarring en besluiteloos, omdat je niet genoeg informatie hebt gekregen. Ga op onderzoek uit of raadpleeg een deskundige voordat je een beslissing neemt. Melina, even kijken wat Melina te zeggen heeft in het boekje. Je hebt het gevoel of je als een kat om de hete brei heen draait. Je kunt dit kiezen uit verschillende mogelijkheden. Deze besluiteloosheid is heel erg vermoeiend voor je, lieverd. De reden voor je verwarring is dat je niet genoeg informatie hebt om een goed gefundeerde beslissing te nemen. Wat je ook kiest op dit moment, het is één pot nat voor jou. Maar als je eenmaal op onderzoek bent uitgegaan, wordt het duidelijk welke beslissing je moet nemen. Vraag om te beginnen het universum en de engelen om in je dromen te verschijnen en je de informatie te geven die je nodig hebt. Vraag dan aan je eigen gevoel om innerlijke leiding. Dit betekent dat je zelf een beeld vormt van hoe het voelt om deze beslissing te nemen. Stel je dan voor hoe het voelt als je voor de andere optie kiest. Ga diep bij jezelf te raden en let op de reacties van je lichaam als je verschillende opties uitprobeert. Als je buik of je kaak gespannen aanvoelen, is dat een teken dat iets niet juist is. Als je het warm om je hart wordt, is dat een teken dat je op de juiste weg bent. Voordat je de uiteindelijke beslissing neemt, is het goed om een paar wijze vrienden of leraren om raad te vragen, zodat je hun ervaring en de intuïtie een gids voor je kunnen zijn. En hier hebben we Daniel. En er staat, ik ben de engel van het huwelijk en op dit moment ben ik je behulpzaam. Ga ik even lezen, Daniel. Engel Daniel. Hier staat, je hebt het universum om hulp gevraagd op het gebied van het huwelijk. En nu ben ik je om te ondersteunen. Ik ben hier om je te helpen om een gelukkig huwelijk te krijgen. Het universum en ik zullen je wens onmiddellijk in vervulling laten gaan. Het eerste waarmee ik je help is om je oude wonden te helen die je in verband houden met het huwelijk. Op rustige momenten vraag ik je om alle oude pijn die je in verband houdt met je ouders los te laten. Ik vraag je om alle negatieve gevoelens uit te ademen die je hebt over het huwelijk en die uit ervaringen in je jeugd stammen. Vervolgens leg ik mijn hand op je hart en vraag je om diep in en uit te ademen. Nu vraag ik je of je bereid bent
om de oude pijn of boosheid los te laten ten opzichte van je eerste liefde. Als deze negatieve gevoelens uit je hart verdwenen zijn, vraag ik je daarna om de oude pijn ten opzichte van al je vroegere liefdes los te laten. Sta mij toe om je hart schoon te maken van oud zeer, zodat je op dit moment van een gelukkig huwelijk kunt genieten. We moeten het verleden loslaten om te vermijden dat we weer dezelfde pijnlijke ervaringen doormaken. Ik ben er om je hart te helpen bevrijden, zodat het volledig lief kan hebben binnen een hemels huwelijk. Nou, de chocola, die gaat trouwen. Of is getrouwd, dat het huwelijk wordt geheeld. Oké. De bosbessen. Oké, groep van de bosbessen. En we hebben hier Arielle. En Astara is Astarama. Je verdient het allerbeste. Rijk naar de sterren met je dromen en je wensen en sluit geen compromissen. Kijken wat ze zeggen. In het verleden was je tevreden met minder dan je echt wilde. Maar dat zal niet meer gebeuren. Ik ben er om je te laten helpen je lat wat hoger te leggen. Ik ben er ook om je te laten zien dat je op geen enkele manier meer hoeft te sukkelen met jezelf. Het is helemaal niet egoïstisch om een beter leven te willen. Hoe meer je zelf ontvangt, des te meer je aan andere mensen kunt geven. Als je ons toestaat om jou iets te geven, krijg je ook alle mogelijkheden en hulpmiddelen aangereikt voor je levensopdracht. Je kunt ook andere mensen inspireren als je ze laat zien dat jouw spirituele pad je alles geeft wat je ook maar nodig hebt. Het universum en de engelen wil je plezier, dat je plezier hebt in je leven. Gelukkig zijn is een heilig aandeel van je eigen goddelijke missie. Want wat we ook aan kunnen doen om vreugde en vrede aan te brengen, vraag het ons maar. We hebben gemerkt dat je ons niet graag om hulp vraagt. Misschien voelde het voor jou alsof je het niet verdiende of dat je het iemand anders zou afpakken. Als dat je het van iemand anders zou afpakken als je ons hulp zou vragen. Het universum kent echter alleen maar overvloed en een mens is het enigste schepsel dat in schaarste gelooft. Deze kaart helpt je eraan te herinneren dat het universum en de engelen jou alleen maar kunnen helpen als jij ons erom vraagt. Dus vragen deze groep, hè? En dit is Arielle. Nieuwe psychische en spirituele ervaringen veranderen je kijk op de wereld en op jezelf. Laat je spirituele gaven tot bloei komen door studie, gebed en meditatie. Die ga ik even lezen. Het is geen verbeelding. Je bent echt paranormaal begaafd. En je staat echt in contact met de spirituele wereld. Je krijgt deze mystieke ervaringen omdat je geestelijk steeds meer voor open staat. En omdat je de engelen gevraagd hebt naar het doel van jouw leven. Ikzelf maak deel uit van een grote groep engelen die zijn aangewezen om degene bij te staan die spirituele gaven hebben. Wij zullen ook aardse helpers op je weg sturen in de vorm van spirituele leraren, boeken en cursussen, zodat je spirituele vermogen verder kunt ontwikkelen. Je hoeft geen angst te hebben voor je gaven, of schoon je als kind of in een vorig leven misschien geplaagd of gestraft werd omdat je paranormaal begaafd was, kunnen wij je helpen om over je mogelijke angst voor het paranormale of geestelijke wereld heen te komen. Vraag maar om hulp en die zul je gegeven worden. De aarde heeft op dit moment ook jouw hulp nodig. We vragen je om regelmatig de goddelijke liefde en het licht in jezelf naar degene die daar het meest behoefte aan hebben te zenden.
Je kunt dit doen door eenvoudigweg de intentie te hebben om stralen liefdevolle energie naar elke plaats, plant, dier, mens of situatie te sturen en het is al gebeurd. Wij zijn je heel dankbaar dat jij een aardse hulp van de engelen bent. Dus ja, dit was de boodschap van de bosbessen. Dankjewel voor het kijken en geef me die like. En tot de volgende keer. Doei!